Zeker. Heel veel zin in om de komende jaren te gaan werken aan het verdere uitbouwen van de club en het elftal Heerenveen. En dat voelt al gelijk goed, zeker als je ook nog terugkijkt naar de laatste wedstrijd die wij met Go Ahead hier speelden. En je ziet dan het spandoek al hangen, waarbij je welkom wordt geheten. Dat geeft al gelijk een vertrouwd gevoel. De keuze op Heerenveen is gevallen omdat ik vroegtijdig aan heb gegeven vanuit mijn vorige club dat ik toe was aan een nieuwe uitdaging, een volgende stap. Bij een club, bij een elftal, weer opnieuw te bouwen aan het ontwikkelen van spelers en een team. Waarbij je net even wat meer mogelijkheden hebt als dat ik bij Go Ahead had. En die kans deed zich voor bij Heerenveen. Waarbij het voor mij ook belangrijk is dat organisatorisch, dat de club op orde is, dat ze heel duidelijk weten waar ze naartoe willen, hoe ze dat willen doen. En wat ze daarin belangrijk vinden. En nou ja, die vraag kwam bij mij. En toen was de match met Heerenveen voor mij duidelijk. Wat is je visie als trainer en waarom past dat bij Heerenveen? Ik hou van een strijdbaar, attractief elftal op het veld te zetten die wel realistisch is. Dus daar bedoel ik mee de afgelopen 2 jaar bij Go Ahead Eagles. Daar heb je niet de mogelijkheden die je bijvoorbeeld bij Ajax of bij Feyenoord hebt. Dus je zult heel realistisch moeten zijn in wat zijn je mogelijkheden qua spelers, qua budgetten ook. En hoe kun je daar zo optimaal mogelijke resultaten mee halen. En zo kijk je als trainer bij elke club. En zo zal dat bij Heerenveen ook zijn. Dus zo goed mogelijk elftal zien te formeren. We hebben daar een goede staf omheen. En daar gaan we met elkaar aan de slag. En dan probeer je daar op een zo attractief mogelijke manier zoveel mogelijk uit te halen. Ja, we hebben hier goede periode gekend. We zijn het goede seizoen afgesloten. Ja, hoe heb je daarnaar gekeken? Ja, als eigenlijk voor mij als een voorbeeld hoe het zou moeten zijn. Een club, zeker de eerste half jaar, wat op en neer. In een moeilijke fase rond de winter. Toen heeft de club, denk ik, een moeilijk besluit moeten nemen om een clubman om daar zeg maar mee te breken. Toen heeft de club besloten om het elftal zeg maar nieuw vorm te geven. Dus er zijn een aantal nieuwe spelers aan toegevoegd. Dat heeft de kwaliteitsimpuls tot gevolg gebracht. De staf is daarmee aan de gang gegaan verder. Dus die hebben de verantwoording genomen om dat elftal weer van energie te voorzien. Dus het is eigenlijk een samenspel geweest van club, van nieuwe spelers, van staf. De wisselwerking met het publiek die ervoor gezorgd heeft dat de tweede seizoen zelf en met name de laatste fase, dat daar weer enorm veel energie in kwam en beweging in kwam. Dus het is iets gezamenlijks wat ertoe geleid heeft dat de positiviteit eigenlijk weer terugkwam in het elftal. En zo hoort het te zijn. En is dan ook die speelstijl waar we mee zijn geëindigd, ook iets waar verder gaat borduren? Of heb je daar überhaupt dan ideeën over? Nou ja, de speelstijl of een systeem, daar moeten we niet te groot maken. Omdat je, en daar is Heerenveen het afgelopen jaar ook wel een mooi voorbeeld van geweest. Heerenveen kennen we natuurlijk traditie gezien ook als een ploeg wat veelal 4-3-3 speelt. Met buitenspelers, met avontuurlijke speelstijl. Je hebt dit jaar gezien ook, maar als je breed de internationale ontwikkeling in het voetbal volgt, dan zijn er heel veel verschillende manieren, verschillende systemen. En dat kan verdedigend, dat kan aanvallend, dat kan op verschillende manieren. Maar het systeem is daarin, vind ik, niet zo heel erg belangrijk. Je moet kunnen variëren in het tegenwoordige voetbal. En vooral kijken naar wat zijn de kwaliteiten qua spelers die je hebt ter je beschikking. En daar moet je zo optimaal mogelijk met elkaar zien te laten functioneren. De spelers zijn nu op vakantie. Ja, wanneer is de eerste stap? Nou, we zijn natuurlijk al wel begonnen een beetje. Tenminste, ik ben al een beetje begonnen. De meeste spelers heb ik inmiddels al gesproken om even het eerste contact te leggen. En te horen hoe zij zelf naar hunzelf kijken, maar ook naar hoe ze naar de club kijken. Dat vind ik belangrijk om je ook al goed voor te bereiden.
Die jongens hebben uiteraard nu even, moeten even afstand nemen van het voetbal, zoals ik dat ook heb gedaan en ook nog ga doen. En dan strakjes rond 24 juni zal de voorbereiding gaan beginnen voor het merendeel van de spelers, want er zijn ook nog een aantal internationals die later komen. En dan gaan we beginnen met de zes weken voorbereiding.